Jack. Ja, nou kom ik met mijn hand. Nee, 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 jij mag je blote voeten op de tafel leggen. Oh. Nee, nee, grapje, 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 ja. Nee, jij kwam er een tijdje mee weg, maar tenenlezers zijn zo passé. Nou, wat zien we? Leg je hand maar gewoon hier. Ja, wat zien we? Talpa, Amanda, de vaar, het getal 10. Nou, laten we het niet meer hebben over het kiezen voor het geld. Die overstap van jaren geleden, dat weten we allemaal. Dat verdiende geen schoonheidsprijs. Nee, dat zou ook mijn eerste schoonheidsprijs geweest zijn. Daarom. We gaan het hebben over je succes. Ja, want het is duidelijk, Nederland wil Jack Spijkerman. Nou, sorry, ik zag dat 85% van Nederland vindt dat buschauffeurs bewapend moeten worden. En ze klappen allemaal bij jou in de zaal. Ja, nou ja, mensen zijn het gewoon zat. Jack, vroeger streed jij in jouw programma altijd tegen dat soort populisme. Ja, dat klopt. Ik heb in mijn eentje de LPF kapot gekregen, ja. Maar je maakt het Wilders en Rita Verdonk wel heel gemakkelijk. Die kunnen met een schrijfblok op schoot naar jouw programma gaan zitten kijken om te zien wat het volk wil. Je bent gewoon hun verkiezingsprogrammacommissie. Ach, oh nee, wat is het nou weer voor typisch linkszurig geluid? Ik vind het gewoon heel leuk om weer terug te zijn op tv, ja. Maakt je niet uit waarmee? Nee, ik heb het ontzettend aan mijn zin bij RTL 4, moet ik je zeggen. Nee, dat moet je van John de Mol zeggen. Ja. Toch? Nooit heimwee? Nee, ik zat van de week met een verschraald biertje bij Carlo en Irene en ik dacht, ja, hier hoor ik. Even eerlijk, we missen jou wel een beetje. Ja. Ik zit hier met een aantal mensen aan tafel en dan denk ik soms, Jack zou hier wel raad mee weten. Ja, nou ja, god, ik had mijn kaartjes, ik deed mijn ding, weet je. Ja, ja en ik weet het percentage niet precies, maar Nederland vond dat leuk, Jack. Ja, maar ja, dat is geweest. Hè. Je moet niet dat dan opnieuw proberen te doen. Ik bedoel, ik ben bij de VARA weggegaan omdat ik een artistieke uitdaging zocht. Ja, en die heb je gevonden in een spelshow waarin volop gestemd wordt over penisvergrotingen en politici die naakt op de foto moeten. Ik zag een uitzending waarbij gekozen moest worden tussen nooit meer seks of nooit meer lekker eten. Ja, zeg, als jij moest kiezen tussen nooit meer seks of nooit meer op televisie, wat zou je dan kiezen? Nou, het komt naar alle twee niet onbekend voor, dus ik dacht, ik pak het eerst wat op het pad komt. Ja, je moet toch een beetje risico durven nemen. Deze man hier, die wil alle risico's uitbannen met zijn vaccinaties en zijn pilletjes. Je moet een beetje avontuur in het leven hebben. Ik heb grote bewondering voor die Laura, die de hele wereld rondreist. Die 16... Of dat 16-jarige meisje uit Australië. Ja, precies. Die doet gewoon waar ze zin in heeft. Die bereidt zich een jaar lang voor met een doel voor ogen. En onverschrokken richt ze zich op de horizon. De wind bolt ter zeilen. En ze is de haven nog niet uit of ze ramt een kolossale olietanker. Van 60 meter, die had ze kunnen zien aankomen. Ja, natuurlijk kun je dingen zien aankomen, maar dat is toch geen reden om ze niet te doen. Als je Gaston ziet aankomen, doe je toch ook de deur niet dicht? Goedenavond. Maar trouwens, moet jij niet naar het andere net? Want je staat precies tegenover ons op RTL 4. Nee, daar is nou een reclameblok bezig. Zo lang? Ja, het is een tamelijk populair programma, dus dat zijn best lange reclameblokken. Bovendien, ik vind hier best gezellig en zometeen gaat Gaston op die prijs uitreiken. Nou, ik blijf dat nog steeds raar vinden. Dat past zo niet bij jou. Ja, nou ja, dat is de tol van de creatieve vrijheid. Jullie halen toch ook weer mijn oude succesformule van stal om hier nog een beetje de laatste kijkers aan je te binden? Gaston is klaar, geloof ik. Ja, nou, ik kwam vooral even langs om jullie heel veel succes te wensen. Nou, dat is hartstikke lief van je. Ja, maar ook weer niet te veel succes, want moet ook weer niet ten koste gaan van mijn miljoen kijkers natuurlijk. Dus zal ik volgende week weer komen? Nou, volgende week zitten er drie andere gasten, Jack. Tuurlijk. Nou, dan zegt 75% van Jack Spijkerman heel veel succes. En die andere 25% gaat zich weer volop inzetten bij RTL 4. En Jack...